Als ik het over leiderschap heb, denk ik ook altijd aan hoe kan ik het zelfdenkend vermogen stimuleren van mijn medewerkers. Dat betekent niet dat ik een hele volledige zelfsturende organisatie van doel heb, maar wel dat ik de medewerkers de impulsen, de input geef, dat ze zelf kunnen nadenken van, joh, in welke kaders, in welke ruimte kan ik denken om beslissingen zelf te kunnen nemen en dat ik niet voor alles naar mijn manager leidinggevend moet. En ook die weer kan voorkomen dat hij micromanagement doet, dat jij geen micromanagement hoeft te doen, maar dat jij de juiste input geeft zodat ze veel zelf kunnen doen. Zelfsturendheid versus micromanagement. André Weertsma, onder andere professor aan Nijenrode, die heeft daar ook een boek over lerende organisatie geschreven. En die benoemt dan onder andere van, joh, als ik zorg dat men de principes heeft, waar ik het ook wel eens in mijn organisatiefundament over heb. En we hebben de inzichten, we weten waar we als organisatie voor staan, waar we naartoe gaan. En dan ga je vragen welke kaders spreken we met elkaar af. Dan hebben veel meer medewerkers veel meer de mogelijkheid om zelf om na te kunnen denken wat er zou moeten gebeuren. Stimuleer het zelfdenkend vermogen door niet alles te vertellen, maar inspireer vanuit principes, inzichten en ga in overleg over hoe je die aanpak samen kan doen. Alles wat ze zelf bedenken, guess what? Precies. Dat doen ze met veel meer kracht en overtuiging. Succes hiermee en heel veel plezier. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen of meer vragen? Ga naar www.talentmotivatie.nl/vraag.